Ik vrees dat de zomer nu echt gedaan is. Het leuke van dit weer is wel dat je met een dekentje voor de open haard kan kruipen. Maar wat mag er eigenlijk nog? Want er is zoveel gezegd en geschreven over haarden en de impact van het milieu. Ik ga het gewoon eens vragen en dan weten we het zeker, hè? Delphine, wat mag er eigenlijk nog? Want ik kan eigenlijk niet meer volgen. Er is zoveel rond te doen geweest. We mogen nog goud stoken. Wij zeggen volmondig ja als wij dagelijks de vraag krijgen. Nu, wat is er vandaag de dag belangrijk als we een nieuw toestel installeren? Dat een toestel is die voldoet aan de nieuwe normen. Echt een performant toestel. Een performant toestel? Een performant toestel is een toestel die een lage uitstoot heeft aan fijn stof, een hoog rendement. En natuurlijk, als we een nieuwe toestel installeren, is het natuurlijk zeer belangrijk dat we als gebruiker juist en correct onze haard aanmaken. Er is dus een andere manier waarop je moet stoken. Ja, we gaan niet meer het oude systeem van vroeger gebruiken. Nu gaan we gaan werken met het topfire systeem. Wat is het topfire systeem? We gaan onze haarden gaan aanmaken, grote blokken onderaan. Fijn aanmaakhout bovenaan. We werken steeds met een aanmaakblokje, omdat dat 7 à 12 minuten brandt. Dat zorgt ervoor dat ons fijn hout zeer snel en goed brandt. We sluiten onze deur en wat hebben we niet meer tegenover vroeger? Dat is een vuile ruit. En kom je dan effectief bij de mensen thuis om te tonen hoe dat je de haard moet aanmaken? Want dat is niet gemakkelijk. Dat weet ik nog van bij mijn tijd bij de scouts. Ja, inderdaad. Iedere haard die wordt geïnstalleerd, gaan wij zelf gaan opstarten. Waarom? Omdat er een nieuwe manier van stoken is. En wij willen ook aan de mensen uitleggen van we moeten milieubewust zijn. We moeten het op de juiste manier doen, zodat er zeker geen verbod komt van de overheid. En stel nu dat je toch een oude kachel hebt van 20 jaar oud, moet je die dan buiten smijten en die vervangen? Of komen daar boetes op? Of hoe zit dat? Voorlopig komen daar geen boetes op. Nu, de overheid heeft samen met de kachelfabrikanten en leveranciers een Green Deal ondertekend. Wat is de Green Deal? Dat is eigenlijk een overeenkomst tussen beide partijen die gaan informeren aan de mensen dat het belangrijk is om oude kachels, ouder dan 10 jaar, te gaan vervangen door een nieuwer toestel. Hoe zit het eigenlijk met gas? Zijn daar ook dingen veranderd? Bij de gasgaarden krijgen we een premie van de Vlaamse overheid. Wie zijn oude kachel vervangt door een gasgaard. En qua trends bij de gasgaarden, die worden de dag van vandaag meer en meer gemaakt zoals een echte houtgaard. Dat kan je hier zien achter ons. We gaan bijvoorbeeld meer met kampvuurvorm gaan werken, dat de blokken heel mooi gepresenteerd liggen in de vuurhaard. We gaan met sfeerverlichting onder het vlammenbeeld gaan werken, om zoveel mogelijk dat gloeieffect in de haard te gaan benaderen. Ja, het ziet er echt uit als een echte houthaard. Waarom zou je dan niet gewoon voor gas kiezen? Want sneller lijkt mij. Waarom dan toch een houthaard? Voor de echte believers natuurlijk. Ja. De mensen die echt zeggen van wij willen het geknetter van het houtvuur. De geur misschien ook? De geur uiteraard ook. Het bezig zijn met goud, het binnenbrengen, die sfeer, die gezelligheid. En uiteraard, het blijft nog altijd een goedkope brandstof. En is hout effectief goedkoper? Vandaag is goud nog steeds de goedkoopste brandstof. We kunnen het relatief goed aankopen, maar wie bomen in de tuin staan heeft en die op geregelde basis afdoet, klooft en laat rogen, die heeft het goedkoopst zijn brandstof. We hebben thuis een gashaard. Ik vind dat super gezellig. Het enige is, als je het een half uur aan hebt, dan wordt het al snel te warm. Op gebied van gas zijn daar ook nieuwere toestellen in. Elke gasgaard wordt eigenlijk geplaatst met een dubbele brander. Wat wil dat zeggen? We gaan de haard gaan opstarten, maar het wordt te warm. Dan kunnen we eigenlijk onze haard op een eco-modus gaan plaatsen. Wat wil dat zeggen? We duwen op één knop. De helft van de vlam gaat weg. We hebben nog altijd een zeer mooie, hoge vlam. Maar we gaan eigenlijk maar de helft van de warmte gaan creëren. Okay. Op gebied van hout zien we dat er bij nieuwbouwwoningen is de warmtebehoefte veel kleiner. En gaan we eigenlijk meer en meer terug gaan werken met de speksteenkachels en tegelkachels. Speksteenkachels zijn natuurstenen producten die ter plaatse worden opgebouwd, die in 2 tot 4 uur gaan branden en eigenlijk na het uitoven van het vuur nog 24 uur warmte uitstralen.
tegelkachels. Als je ooit al naar Oostenrijk of Duitsland bent geweest, de klassieke tegelkachels bezet met keramiek, gaan wij eigenlijk in een modern jasje gaan steken de dag van vandaag. Ziet eruit als een gewone inbouwhaard, maar met het effect dat we ook maar enkele uren moeten stoken voor een heel zacht, aangename, langdurige warmte. Oké, zalig. Ja, ik vind het zalig, zo'n vuurtje. Ik denk dat we niet alleen zijn ook. Nee, absoluut.